Welkom bij een nieuwe vlog. Wij zijn Ali en Ellie en wij zijn net gearriveerd op camping Zuidginkel in Ede. Nelly is aan het inchecken, dus die is naar de receptie toe. En ik wacht geduldig met Coco af, totdat Nelly natuurlijk weer terugkomt. Nou, we hebben hem een beetje aan de kant van de weg geparkeerd, zodat niemand last heeft van ons. We staan voor de slagboom. En ik heb net al een beetje rondgekeken hier. Daar hebben we een natuurgebied, een heide volgens mij. En daar is dus de camping en Nelly heeft net ingecheckt. Ging het goed? Ja. Ja? Heb je onze plek doorgekregen? Ja. We zijn hier. Ja. En we moeten naar hier. Oké. Dus langs het sanitair gebouw en dan links. Oké. We hebben een beschrijving hoe je moet staan met een paaltje, met een wiel. Oké, nou, dat wordt nog leuk. Nou, het park heet dus Bos en Heide Camping Zuidginkel. En het ligt bij Ede trouwens. Ja. Nou, en zoals, zoals hier, dit is de ingang. Dus dit is hoe je binnenkomt op de camping. Ja. En daar hebben we de receptie. Nou, het staat ook netjes met bordjes aangegeven. Dus wij moeten nu die kant op. En ik denk dat wij naar rechts moeten. Daar hebben we trouwens een campingbiep. Nou weet je, we gaan alles ontdekken. We gaan eerst even de caravan op zijn plek neerzetten natuurlijk. Nou, oké. Dan gaan we dan. Dit is dus de plattegrond. Oh, sorry. Nou, best wel een grote camping. We zijn er nog nooit geweest. Wel eens overheen gewandeld. Ja, die vrouw die wou meegaan, maar ik zeg, nou, dat hoeft niet hoor. Oh, die wou eigenlijk de weg wijzen. Ja. Oké. Dat hoeft niet. Nee, dat hoeft in principe niet. We kijken wel even. Nou, hier hebben we Cocootje. Die zit ook al best wel lang in zijn kooitje natuurlijk. Ik denk iets van 2 uur, denk ik, nu. Ongeveer. Ja, zoiets. Hè? Ja, dus we gaan snel naar onze plek toe. En dan kan Coco ook lekker rondvliegen. Ja. Ja? Nou, je hebt een code bij die slagboom. Een code? Oh, oké. Nou, rijden. Hier moeten wij dus de code invullen. Daar gaan we hoor. Als het goed is, gaat nu de slagboom open. Ja. Op weg naar onze kampeerplek. Toeristisch kamperen. Dus dan moeten wij hier naar rechts. Want wij zijn toeristen. Ja, ik kan het niet zo goed. Ik denk die kant op. Oh, we hebben een tegenligger. Nee. Nou, ik kijk even met jou mee, Nel. Ja. Wij gaan even de omgeving verkennen. En dit is onze plek. Wij staan tegen de staakcaravans aan. En wij staan op het kampeerveld Vlinderdas, als ik het goed heb. Ja. Ja, heb ik het goed? Ja. En we staan op plek nummer F. In het hoekje? In het hoekje, ja. Staakcaravans achter ons. We hebben een eigen watertappunt, een afvoer. Nou, dat vind ik echt ideaal. Zo fijn. Ja. Nou, we hebben eigenlijk het hele veld voor ons alleen. Het is hartstikke rustig. Ja, geen idee waarom. Vind ik een beetje raar. Ja, het kampeerseizoen is begonnen. Ja, het is open. Er is gewoon bijna niemand. Ja. Ja. Nou, we gaan wel op de seizoensplekken, maar niet op de toeristische plekken. Want wij staan natuurlijk op de toeristische plek. Seizoensplekken staan wel... staan wel... Nou, bezet. Er staan wel niet wat allemaal, mensen. Maar... Ook niet veel hoor. Nou ja, het is rustig. Maar heel rustig. Ja. We zijn het inmiddels gewend. Ja. Nou, we gaan even de camping verkennen. Nou, we staan dus aan dit laantje. En het einde... Het is een leuke camping. Hè? Ja, het is een leuke camping. Ja. Het is ook mooi groen, dat gras en zo. Ja. Snap je? Geen kale plekken. Nee, dat valt mij mooie, op. Het is een mooie grasmat. Maar de auto mag niet bij de plek of op de plek. Ja, dat is wel jammer. En ik denk zomaar dat daardoor het gras ook wel mooier blijft natuurlijk. Ja, maar ik bedoel, dat, je hebt vaak van die mensen die dan heel lang zo'n tent neerzetten waar kale plekken doorkomen. Ja, dat heb je hier niet. Nee, inderdaad. Dat vind ik bijzonder. Nou, ik vind de camping niet heel groot, maar ook niet heel klein. Dus het is middelmatig. Ja, speeltuintje zie ik al voor de kids. Trouwens. Ja. Ik zie een speeltuin voor de kinderen. Ja. En voor de speeltuin zit het sanitaire gebouw.
Ja, daar gaan we natuurlijk ook even kijken. En ik heb net een kampeermiddel gezien op de camping. En die valt echt gewoon gigantisch op. Die heb ik ook gezien. Ja, we reden de camping op. Ik zeg tegen Nel, wat is dit joh? Ja, mega. Een camper met uitschuif. Ja. Gedeeld. Heel gaaf. Maar we gaan eerst even naar het sanitair. Nou, hier hebben we de serviceplek. Oh ja. Dat is ook wel een mooie plek, want dan kan je in en uit rijden. Ja. Dat is wel een topplek, vind ik. Chemisch toilet. Chemisch toilet, ja. Uitstoot. Nee, maar kijk, dit is ideaal voor een camper. Want hier kan je erin en daar kan je eruit. En ook andersom. Ja. En je hebt vaak van die plekken dat het dan aan één kant dicht is. En dan moeten die campers weer achteruit. Dat lijkt mij zo irritant als je een camper hebt. Ja, en dan denk ik ook vaak van, is daar überhaupt dan over nagedacht? Nou, die mensen die dat maken hebben zelf geen camper, denk ik. Ja, of ze hebben echt gewoon geen ruimte daarvoor, hè? Dat kan natuurlijk Ja, dat kan ook. Oh, prachtig. Ja, mooi, hè? Mooie viooltjes. Ja, het is echt wel een verzorgd terrein. Nou, we gaan even het sanitair in. Oh, zo. Oh, ze maken tussen 11:30 en 13:30 het gebouw schoon. Oké. Okay. Oh, het ruikt lekker. Ja. De geur is goed. Ja. Afwasplekken, 4 stuks. En er zijn doekjes. Oh, ook zo lekker. Wasmachine. Hier hebben we de douches, denk ik. Ja, nou, ziet er ook keurig uit. Het ruikt naar een zwembad. Ja, ja ziet er netjes uit. Maar waarom liggen overal vaatdoekjes? Oh ja. Als je niet lang kan staan. Nou, ja, nee. Het is geen douchestoel, want hij hangt niet bij de douche. Wat is het dan? Dat weet ik niet. Het is wel een douchestoeltje. Nou ja, een stoeltje in de douche. Een stoeltje in de douche. Ja. In het verpleeghuis is een douchestoeltje een stoeltje waar je onder op gaat zitten als je gaat douchen. Ja, inderdaad. Dat was dit niet. Ja. Toiletjes. Ja, ik vind het ideaal dat er papiertjes zijn voor je handen te drogen en zo. Ja. Nou, mooi hoor. Helemaal leuk. Helemaal goed gekeurd. Nou, dan gaan we eventjes naar het opvallende kampeermiddel. Oh ja. Want dat is echt iets unieks. Vind ik. Ik heb het nog nooit gezien. Tenminste niet op de camping, wel eens op een beurs. En volgens mij komen ze uit België. Nou, jullie zien het misschien al. Het is dus een camper met een uitschuifgedeelte. Ja, dit is de bom. Aan beide kanten. Ja. Heel apart. Alle veldjes hebben trouwens een andere naam natuurlijk. Dit is het everzwijnveldje. Dit is de boomklever. De boomklever. De eekhoorn. Nou, leuk. En het is een beetje heuvelachtig op de camping. Nou, check dit. Oh, dit is echt mega gaaf. Ja. Nou, hier moet je vrachtwagenrijbewijs voor hebben. Kan niet anders. Nou, dat sowieso. Wow. Ja, dat zijn gewoon uitschuifstukken. Ja, super. Ja. Hallo. Ja, nog nooit gezien. Nou, nee. Heel leuk. Nou, we lopen even een stukje door. Sommige veldjes zijn gewoon helemaal leeg. Zoals dit veldje is helemaal leeg. Ik vind het zo gek dat hier zo rustig is. Ja, dat vind ik ook. Vind ik echt heel gek. Ja, die meneer zei het al, hè. Toen ik opbelde van, kunnen wij nog komen? Toen zei hij, ja, het is rustig. Genoeg plek. Misschien omdat het weer niet helemaal lekker is. Misschien is dat het. Nou, konijnenkeutel. Of konijnenkeutel. Konijnenheuvel. Doe even normaal. Konijnenheuvel. Ik had konijnenkeutel ook wel heel grappig gevonden. Ja. Hey, maar even serieus, dit zijn mooie plekjes. Ja, dit is leuk. Dit is wel echt. Ja, je staat wat hoger. Ja. Je hebt een beetje overzicht over de camping. Ja. Dit is echt een leuk plekje. Ik krijg ook wel een klein beetje het Zuid-Limburgse gevoel. Jij dan? Nee, ik krijg een beetje het gevoel wat we hadden in... Sorry, ik ben het even kwijt. Koldenhoven, waar was dat? Koldenhoven is in Eerbeek. Oh ja, Eerbeek. Ja. Daar krijg ik een beetje... Dat gevoel krijg ik een beetje. Ja, dit ligt natuurlijk in Ede. Of bij Ede.
En de vorige keer waren wij met Mark en Doc op Beek en Hei. Oh, en ja, dat ligt hier vlakbij. Ja. Dus we zijn wel een klein beetje in hetzelfde Ja, we gebied. Blijven een beetje in die buurt. Ja, ja. Nou, we lopen even naar de ingang. Zo, we zijn bij de ingang. Nou, daar zijn we natuurlijk net ook al geweest. Je hebt hier een ANWB fietsservicepunt. Oh, nou ja, inderdaad. En het is ook nog een ANWB camping, maar dat is wel een bordje uit 2014, zie ik nu. Ja, nou, dat is 10 jaar oud. Maar hier hebben we een erkend 2024 bordje. 3,5 ster. Ja, en het is ook nog een KGC, karaktervolle groene camping. Ja, dat is ook wel een beetje het gevoel wat ik erbij krijg. Ja. Het is wel een, ja, een mooie groene, karaktervolle camping. Ja, ja, mooie uitleg ook. Nou, het begin is vreselijk hier. Het is één grote puinbende. Ze zijn hier aan het breken. Straten, hoe noem je dat? Straten leggen. Ja. Nou, hier hebben we het vuilnisbeleid. Papierbak. En hier hebben we dus, dit hebben jullie net gezien, hier hebben we dus het parkeertreintje. Daar heb ik even de auto neergezet net. Dus die staat ook al mooi op zijn plek. En dan lopen we even naar de ingang toe, of tenminste de weg waar wij net opreden toen we hierin moesten. Aan het begin van de camping, daar is ook een restaurant. En dat is het restaurant Juffrouw Tok. Nou zijn wij er nog nooit geweest. Nu even kijken. Maar dan gaan we nu even kijken. Wat wij daar vanavond kunnen eten. Ja, want wij zijn natuurlijk op zoek naar snacks. Wij hebben vanavond snackavond. En dan hopen wij natuurlijk dat wij gewoon een snack kunnen kopen bij Juffrouw Tok. Ik denk dat het een kiprestaurant is. Nou, dat weet ik wel zeker. Nou, kip is niet zo met patat. Nee, ik heb van iemand gehoord. Ja. Dat het een heel goed kiprestaurant moet zijn. Oh echt? Dus eigenlijk zou je er dan ook kip moeten kopen. Oh, ja. Om dat te testen. Eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Maar? Dat gaan we niet doen. Snacken. Ja. Nee. Nou, hier hebben we dus ook nog een parkeerterrein. Normaal gesproken dan rij je dus eigenlijk gewoon zo naar de camping. Dus langs het restaurant. Maar wij zijn dus nu over deze weg, via deze weg naar de camping gereden. In verband met, nou ja, wegwerkzaamheden. Werk op de ginkel. Ze zijn dit aan het doen. Uitbreiden natuurcentrum. Klein parkeerterrein gaan ze maken. Nou, toe maar. Ja. Nou, ze zijn hier nog wel even bezig. Ja, dat denk ik ook wel. Oh, ik ruik het al. Ja, ik ruik het ook al. Nou, en dan kunnen we zo meteen ook nog wel even naar de overkant lopen. Want daar hebben we een schaapskooi. Is misschien ook wel even leuk om daar te kijken. Ligt best wel in een mooie omgeving, als ik het zo een beetje bekijk. Wij kennen dit natuurlijk ook wel, ja, redelijk goed. We hebben hier vaak gewandeld ook. We zijn hier ook een keer gestart met een klompenpad. Ja, dat bordje zag ik net. Ja. Gestart? Ja, toen hebben wij de auto geparkeerd bij deze camping. En toen zijn we dus ook even de camping opgewandeld om gewoon even te kijken van, hey, hoe ziet het eruit? En eigenlijk vanuit daar heb ik deze camping altijd een beetje onthouden of zo. En nu dachten we van, nou, zijn gaan we er nu naartoe. Zijn niet wezen plassen? Geen idee. Juffrouw Tok. Nou, het ziet er wel gezellig uit. Nou, we gaan even op zoek naar de menukaart. Ja. Nou, we zijn even overgestoken en we kwamen er net achter dat het dus eigenlijk niet één restaurant is bij de camping, maar twee. Ze hebben ook nog het pannenkoekenrestaurant Bloem. Ja, nou, dat gaan we ook niet doen. Wij willen patat. Ja, wij zijn op zoek naar patat. Ja. Nou, we zijn nu bij het Airborne Monument en dat staat op de Ginkelse Heide. Ja. Dus daar lopen we even naartoe. We hebben net een infobordje gezien. En wij hebben nu al uitzicht op het monument. En het ziet er best wel het is groot, hè? Mooi uit. Ja. En groot, inderdaad. Heel indrukwekkend dit. Nou, we lopen er even naartoe. En ik heb even Google erbij gezocht. Want ik ben niet heel goed in geschiedenis. Maar
er staat dus op Google, september is een bijzondere maand. Het is de maand waarin we terugdenken aan hen die in 1944 vochten voor onze vrijheid. En we denken terug aan de operatie Market Garden, het bombardement op Ede en de luchtlandingen. In september herdenken we het verleden, vieren we onze vrijheid en staan we stil bij hoe waardevol onze vrede en veiligheid is. Nou, prachtig beschreven. En ik vind het ook een heel indrukwekkend monument. Het is heel mooi. Ja. Echt heel mooi. Er staan ook best wel veel teksten bij. Verhalen. Ik ga dat niet allemaal nu voorlezen, want het wordt een beetje lang allemaal. Maar ja, er staat best wel veel informatie op. Maar ja, dit monument staat dus op de Ginkelse Heide. Nou, prachtig. En ik heb het gevoel, maar dat weet ik niet zeker, dat dit monument pas geleden, of nou ja, ik weet niet of het pas geleden is, maar dat dit monument is verplaatst. Dat idee heb ik ook. Ja, want wij zijn hier natuurlijk een paar jaar terug geweest en toen stond dit monument niet hier. Volgens mij iets achterin. Maar daar, ja. En ja, maar het ziet er ook uit, ja, alsof het net hier niet. Inderdaad. Is. Ik kan dus ook wel een klein beetje zien dat dit monument, ja, nou ja, hierop is gezet of zo. Hij staat nu ook wat hoger. Ja. Toen stond hij veel lager. Ik denk dat dit wel mooier is. Ja. Ja, echt heel gaaf. En op de achtergrond hebben wij de schaapskooi. Daar kunnen we ook nog wel even naartoe lopen. Dus ja, dit is allemaal op steenworp afstand van de camping. Heel mooi gebied dit. Mooi fietsgebied, mooi wandelgebied. Ja, zeker. Het is nu natuurlijk wat grijs, dus het ziet er misschien wat triester uit allemaal. Zoals de afgelopen maand. Ja, we hebben een grijze periode achter de rug en die lijkt nog niet helemaal afgelopen te zijn. Nee, we gaan nog even door, mensen. Ja, inderdaad. Nou, ik ben benieuwd of de schaapjes op stal staan. Ik denk het wel. Volgens mij hoor ik al iets. Ze staan in ieder geval niet buiten. Maar dan staan ze waarschijnlijk wel binnen. Dus we gaan even gluren. Ik hoor de schapen. Ja, ik ook. Ja, wat gezellig. Kunnen we hier ook even naar binnen? Oh ja, daar. Oh, wat een lucht. Schapenlucht. Ja, ze staan allemaal binnen. Oh, wat een gezelligheid. Nou, ik weet niet of het te zien is. Ik denk dat het vanaf de andere kant moet. Ik zie ook lammetjes. Oh, echt? Ja. Oh ja. Ze staan lekker te eten. Wat grappig. Wat een gezelligheid. Heel leuk. Ja. We lopen even naar de andere kant van de schaapskooi, want volgens mij staan daar ook nog schapen buiten. Oh, dat is leuk. Ja. Nou, kijk wat een gezellige. Oh, wat staan ze hier viezig. Kijk uit door nul. Schrikdraad. Ja. Oh, kijk die lammetjes. Leuk, kijk, hè? Nou. Maar die zijn ook al best schattig. Groot. En wat zijn die schapen vies? Ze moeten even gewassen worden. Ja. Ja. Maar ze staan ook een beetje in de modder. Ja, daarom. Ja. Heel leuk. Nou, gezellig dit. Nou, het is. Ja, 's avonds gaan natuurlijk de deuren dicht. Toch? Ja, dat mag ik hopen. Ja. Ja. Want, waarschijnlijk heb je hier ook een wolf. Oh. Dat denk ik wel. Er is ook een lammetje die doet niet zo zachtjes bij zijn moeder. Nee? Nee. Nee! Oké, nou, we gaan niet helemaal rechtdoor lopen, want volgens mij is dit best wel een heel groot gebied. Dus ik denk dat we weer terug gaan naar de camping. En dan gaan we even wat eten scoren, toch? Ja, lekker. Ik heb trek. Ik heb ook zin in wat. Ja. Laten we dat maar even doen. Ja. We zijn bij Multifriet in Ede beland, want juffrouw Tok had toch wat beperkte keuze in het afhaalmenu. Nou ja, wel kip, maar we wilden geen kip. Nee, maar wij zijn altijd tegen de bocht in. Ja. Dus we hebben nu een... Morgen. Ja, nou, dat is ook nog een optie natuurlijk. Maar nu hebben we volgens mij best wel een goede snackbar uitgezocht. Het is ja, hier denk druk. Ik ook, ja. Ze lopen hier in en uit. Ja, dus dat is een goed teken. Ja. Het is ongeveer 6 minuutjes vanaf de camping. Nou, ja. Valt mee. Het is goed te doen. Onze bestelling is in behandeling, dus we zijn eigenlijk een beetje aan het wachten nu. Huh? En ik heb trek. Ja, ik ook. Ik heb ook trek.
En nu snel naar de auto met onze frietzaak. We staan onder de Mediamarkt geparkeerd. En als je de Mediamarkt uit komt lopen, want die zit hier beneden, die is nu gesloten. Maar dan kom je dus op dit plein terecht. Dit is dus Ede. Nou, het is nu rustig. Volgens mij zijn ze net aan het opruimen, want er is markt geweest. Maar dit is dus een plein met allerlei winkels en restaurantjes. Nou, gezellig. Wie weet gaan we er nog even kijken. Ik heb slecht nieuws. Slecht nieuws? We hebben een heel klein beetje te tegen. Oh, dat meen je niet. Ja, ik had dan even duidelijk moeten zijn. Maar, dat is een beetje jammer inderdaad. Gelukkig hebben wij nog sauzen meegenomen van het huis. Oh, top. Dus dat komt hartstikke goed. Ja. We gaan even betalen hier. Ja, we gaan even betalen en dan snel naar de camping. Friet in ons eitje. Dat vind ik altijd zo'n lekker moment. Dat vind ik eigenlijk altijd het leukste van kamperen. Nee, dat is niet waar. Nee, maar ik vind het wel gewoon heel fijn en heel lekker. Hé, hey, maar de vogeltjes fluiten gewoon nog. En dat zijn er best wat. Wat mij ook opvalt bij deze camping, en dat is eigenlijk bij wel best wel veel campings op de Veluwe, dat er bijna op iedere boom, ja deze boom dus net niet, maar op weg naar de auto kwamen wij bijna op iedere boom een vogelhuisje tegen. En dat was ook wel eigenlijk al op camping Coldenhoven. Ja. Die had dat ook. Ja, dus het is gewoon super vogelvriendelijk. Nou, hier zit onze vogel. Hallo vogel. Die moet even... Nee, ik zou net zeggen, die moet even vast blijven nu. Ja, want dan gaat hij allemaal zout likken van die patat. Ja, en dat is niet goed. Dat is niet goed voor hem. En hij heeft zijn eigen voer. Nou, daar zit hij ook gewoon lekker uit peuzelen nu. Ja. Op de duur. Hallo. Nee, we gaan even lekker smullen. Ik heb een lekkere cheeseburger uitgezocht. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe die eruit ziet. Ja, daar heb je de cheeseburger. Dus dit dan? Wow! Deze ziet er lekker uit. Ja? Ja. Heerlijk. Ik ben er niet zo lekker van. Nou, gezellig de bordjes op tafel. Oh, ja, een echte bamiebal. Nee, ik... Bamieschijfje. Nou, vroeger had je op Urk bij een of andere zaak had je ballen. Bamieballen. Ja, maar daar hebben we pas geleden uitleg over gehad in de reacties. Hoe het ontstaan is, de bamieschijf. Volgens mij. Nou ja, gaat erom dat het gewoon lekker is, toch? Ik ga lekker mijn broodje cheeseburger opeten. Voordat wij naar bed gaan, heeft Nelly eventjes een momentje met Coco. Ja, ik ben bang dat ik zaad krijg. Zo'n pitje. Ja, zo heel af en toe. Dan geeft Coco een, zaadje, een zaadje inderdaad uit zijn snavel. Dat is dan eigenlijk een soort van, ja, een teken van genegenheid. Maar dat is niet echt fijn als hij dat doet. Nee. Maar ja, dat betekent wel dat hij je lief vindt. Als hij dat doet. Mm-hmm. Ja, kusje. Maar hoe lang gaat dit duren? Dit duurt nog een half uurtje. Nee, we gaan naar bed. Ja. Kom. Het is tijd om Coco in zijn hokje te doen. Hij sliep net al. In zijn kooitje. Hé, in één keer. Nee. Nou ja zeg. Ik vergat je kooitje dicht te doen. Nou, ja. Kooitje dicht. Nou, daarnet zat Cocootje al lekker op één pootje. Dat betekent dat hij eigenlijk in slaapstand zit. Maar ja, toen moesten wij natuurlijk nog even tanden poetsen. En de lichten gaan dan weer aan. En ja, dan wordt Coco natuurlijk ook weer wakker. Dus ja, nu gaat hij hopelijk wel... Nu gaat hij... Slapen als wij het pleetje om het kooitje heen doen. Het kooitje blijft hier niet staan. Het kooitje gaat hier staan. En dan doen we dit even naar beneden zo. En ik had bedacht om deze hierop te doen. Dan kan je hem een beetje makkelijker schuiven. Ja. Wat denk jij daarvan? Die is toch vies. Want ja, deze doen we er even onder inderdaad. Zo. Zijn theevlekje. Ja, ik had weer gemorst. Kijk even.
Zo. Coco vindt het niet heel leuk als ze dit doen. Maar deze moeten weer even af, Nel. Ja, dat zit ik net te bedenken. Ja. Die moeten natuurlijk even onder. Zo. Oh. Het past ook echt allemaal net. Kijk. Dit is echt millimeterwerk. Nou, dit is het. Het zaad. En dan doen we natuurlijk nog even een pleetje om het kooitje heen. En dan is Coco eigenlijk klaar voor de nacht. Doei. Doei. Ja, hou hem op. Oh, nou, dit is wel heel donker als ik nu licht uit doe. Hij moet nog even op zijn stokje. Hij zit ook nog niet op zijn goede plek. Nee. Nou, pleetje eromheen. Ja, goed zo. En als het goed is, gaat Coco nu op zijn stokje zitten. Ja, zie je? Kijk, bij zijn spiegeltje. Dat is altijd zijn vaste slaapplek. Hij houdt van... Deze doen we er even af. Zo. Nou, perfect. Ja, af en toe geeft hij echt zo'n geluidje zo van... wat doen jullie allemaal met mij? Ja? Ja, ingepakt. Volgens mij wel. Dan doen we deze knijper doen we er natuurlijk nog even op. En dan kunnen wij ook lekker naar bed. Nou, dan kunnen we het bed maken. Tafeltje naar beneden. Kussentjes. Hoppakee. We kunnen lekker klappen, maar we hebben toch geen buren. Dus nee, dat scheelt. Ja. Ja, we staan hier echt helemaal Remy op dit veldje. Misschien komen er morgen nog buren, maar ik verwacht het eigenlijk niet. Nee. Als ik eerlijk ben. Nou, toppertje. Doe mij een toppertje. En een briezer ananas. Bestaat dat nog? Geen idee. Volgens mij wel. Ja. Roos. Nou, dan heb ik eigenlijk een klein beetje het dilemma met mezelf. Ga ik de elektrische deken inzetten? Of niet? Nee, dat doe ik niet. Dat vind ik altijd een beetje... Ja, ik vind die altijd lastig. Want ik ben eigenlijk altijd een klein beetje bang. Stel dat ik hem nu niet inzet en ik word vannacht wakker. En van de kou. Ja, dan ga ik dus ook niet meer die elektrische deken erop leggen. Want het is... Ja... Dat nee, zou dat natuurlijk ga ik ook... dan echt niet doen, want dan... Het zou wel kunnen, maar ik denk niet dat... Daar zit ik niet op Nel daar blij mee is. Nee. Dus ja, dilemma. Ja of nee? Nee. Nee? Het is helemaal niet koud. Oké. Okay. Nee. Nou, dan zetten we hem niet in. Heel goed. Ik ga het proberen. Zijn hier al honden? Ja, af en toe word je wel geblaf hier. Hé, hey, maar stel hè, dat is ook nog een idee. Ja. Stel, ik krijg koud, dan kan ik altijd nog de stoof... inzetten. Ja, en we hebben natuurlijk ook nog een pleet. Maar je krijgt het niet koud. Ja, je weet het niet. Nou, dat weet ik zeker. Ja, officieel, het kampeerseizoen is begonnen, dus officieel zou je nu niet meer koud moeten hebben. Daarom. Daar gaan we dan maar van uit. Maar leg me maar op, want ik hoor het al. Ja, toch wel. Doe maar. Nou, we gaan nog even verder discussiëren. Discussie is voorbij. De elektrische deken wordt erop gelegd. Nou, en wat een discussie was dit? Nou, nee. Ja, ik zeg, doe me maar op, want ik heb ook geen zin in allemaal gedraai vannacht. En koude mensen. Koude mensen? Nou, dat je het koud hebt. Ja. Het is helemaal niet koud, dat is het mooie. Ik ga gewoon voor de zekerheid. Ja, doe maar. Ik kan maar beter altijd een stap vooruit denken. Mhm. Of een stap achteruit. Dat is waar. Nou, huppatee, gaat ie. Nou, hopelijk ook de laatste keer nu. Ja, dat hoop ik ook. Want, ik hoop dat het nu echt voorjaar wordt met zon. Gewoon lekker warm of zo. Nou, het hoeft niet heel warm. 20 graden ben ik al heel blij mee. Ja, ik ook. Zeker. 20 graden en zo af en toe een zonnetje. Of constant.
Ja, doe maar constant. Nou, dan zet ik hem natuurlijk gelijk aan. Standje nummer 3. Hoppatee. Kijk, want eigenlijk... Kijk, wij hebben hier ook nog sneeuwvlokjes. Oh ja. Eigenlijk zou je deze nu weg kunnen halen, hè? Want nou, trek af dan. Het is lente. Nou, we hebben wel eens in april sneeuw gehad, hè? Ja, daarom. Dus ik laat ze nog even hangen. Dus dat kan helemaal. Toen waren we op het Reijendal. Ja, oh, trouwens, dat was trouwens ook een leuke camping. Hebben we heel veel wild gezien. Weet je nog? Heel veel? Wild. Oh ja, ja. Ja. Klopt. Ja, vanuit die camping loop je eigenlijk zo bos in. En de kans op wild... is heel groot. Is daar 95%. Echt. Ja. Kijk, dit moet wel glad. Want als ik ergens niet tegen kan... Ja, perfectionist. Dan... Nou, ik weet zeker dat er nog heel veel mensen zijn... die dat ook glad willen. Die er last van hebben. Kijk, je kunt toch niet op slapen, man? Doe even normaal. Kijk, dit moet lekker glad. Zo. Natuurlijk krijg je het niet echt super glad. Nou, zit erop hoor. Wat ga je doen? Ja, er staat nog steeds niemand. Oh, nee. Goedemorgen. Fris en fruitig. Nee, we zijn helemaal niet fris. We gaan ons even opfrissen. We gaan naar de douche. We gaan even lekker douchen. En deze keer gaan we even samen naar de douche. Normaal gesproken gaat Nelly altijd alleen. En daarna ga ik dan altijd. Jij ruimt altijd het bed op. Ja, we hebben eigenlijk altijd een soort van ritueel. Nelly gaat dan naar de douche, ik ruim mijn bed op. Ja. Dan ga ik naar de douche en dan gaat Nelly beginnen met het ontbijt. Maar nu dachten we... We doen alles anders. We gaan even gezellig doen. En we gaan gewoon alles samen doen. Nou, ik heb heerlijk geslapen. Eigenlijk te lekker. Je werd ook niet wakker. Nee. Je bent al 5 keer weer in slaap gevallen. Ja, zo irritant. Maar wel heel lekker. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Ik weet eigenlijk niet eens of hier muntjes nodig zijn. Daar heb ik gisteren eigenlijk helemaal niet naar gekeken. Dus we gaan even kijken of het, gewoon gratis is. Of nou ja, als het met een pasje was, dan had je dat natuurlijk wel gehad. Maar we gaan even kijken. De douches. Nou, dan gaan we eens even kijken. Daar heb ik gisteren helemaal niet naar gekeken, joh. Oh, kijk. Douchen, knop indrukken, douchen, knop nogmaals indrukken, pauzeren, knop indrukken, douchen. Nou, dus het wordt vaak de knop indrukken. Knop. En hier zijn trouwens 3 douches. En dit is trouwens ook het enige sanitair gebouw wat op de camping staat. Dus één sanitair gebouw. Nou, volgens mij prima te doen, denk ik. Nou, en nogmaals, het ruikt hier gewoon echt fantastisch. Zo lekker. En schoon. Nou, lekker even douchen. En gedoucht. Ik denk dat ik nog nooit zo snel heb gedoucht. Nou, het was dus niet onbeperkt warm water. Het was ongeveer... 3 minuten. 3-4 minuten, denk ik. Ja. Nou, vier minuten ruim. 4 minuten misschien. Warm water. Nou, het was heel, je moest heel snel zijn. Maar het werd dus aangeduid met lichtjes. Zodra het rood begon te knipperen, de lichtjes... Ja, dan had je nog dan had je, 10 seconden. Nee. Ja, nou, je moest echt in snel tempo, maar goedemorgen. Goedemorgen. Maar het is gelukt. We zijn weer lekker gedoucht en daar gaat het om. We kwamen net trouwens ook een eekhoorntje tegen. Ja, zo dus leuk. Hebben wij nog pinda's in de disselbak? Ja, die hebben we nog. Dus we gaan even kijken waar we dat neer kunnen hangen. Oh, wat is het koud? Koud? Ja. Ja, we lopen natuurlijk op slippers. En het gras is nat, dus het is een beetje fris aan de voetjes. Nou, lekker even omkleden en ontbijtje maken. Ik ga pannenkoeken bakken. Oh, lekker. Ook voor jou dan, hè? Zin in. Niet een havermoutpannenkoek. Nee, Nelly gaat nu normale pannenkoeken bakken. Normaal gesproken doet zij natuurlijk altijd een havermoutpannenkoekje. Maar nu gaan we lekker een normale pannenkoek eten. En ja, vind ik lekker. Daar heb ik zin in. En gisteravond zei ze dat al. Dus ik snap eigenlijk niet waarom ik vanochtend niet wakker kon worden.
Want gisteravond dacht ik, nou, snel slapen, dan is het des te eerder ochtend. Tijd om de pannenkoekmix voor te bereiden. Dit is de fles die wij gaan gebruiken met pannenkoekenmix. En er staat dus op de gebruiksaanwijzing, op de verpakking, dat ik de fles moet vullen tot de bovenkant van de sticker. Dus dat betekent dat ik water moet bijvullen tot en met hier. Dus dat gaan we eventjes doen. Nou, gelukkig hebben wij gewoon heel dichtbij een watertappuntje, dus dat is perfect. Zo. Gelukt. Oh, dat ging dus niet goed. Nou, gaan we even schudden. Controleer of alle mix van de bodem loskomt. Mix goed totdat de bodem loskomt van de fles. Ik weet uit ervaring dat dit heel goed geschud moet worden, want wij gebruiken wel eens die flessen van Koopmans. En eigenlijk hebben wij daar best vaak klontjes in zitten. Meestal doen wij dan ook gewoon nog even met een mixer. Gewoon het even loskloppen. Maar die hebben we natuurlijk nu niet. We kunnen natuurlijk wel even deze mix in een kom gooien. En met een garde even goed doormengen. Maar misschien lukt het zo ook wel. Komt vast goed. Kijk, ik heb nu al eventjes gemixt, geschud. Maar je ziet dus duidelijk dat de bodem nog niet helemaal los is. Dus ik ga even verder schudden in de caravan. Misschien dat Nelly ook nog even kan schudden. Nelly! Wil je schudden? Ja, ik weet niet of ik dit kan, want er blijven altijd klontjes bij mij. Dus ik ja, dat zei ik net. Om het even in een maatbeker te doen. Wow. Nou, oké. Om het hier even in te doen en even met die staafmixer te doen. Ja, goed plan. Ja, dat vertel ik ook net. Want meestal ja, met die flessen dan lukt het toch niet helemaal om het... Oh, nu is het best glad. Ja? Oh. Ja, maar de onderkant zit er nog helemaal in. Helemaal erin. Ja. Hmm. Oh nee, toch wel klompen hoor. Ja, het moet even losgeschud worden. Wat doe jij nou moeilijk, joh? Ja, het beslag zit allemaal nog onderin. Ja, nou even goed schudden en dan zodra het loskomt in de maatbeker gooien. Dit gaat beter. Ja, top. Ja, is het een glad beslag? Yes. Nou, super. Dus het pannetje staat al klaar. Bakken maar. Beetje olie in de pan. Nou, daar gaat de eerste pannenkoek. De eerste mislukt altijd. Deze niet. Dus ik verwacht er niet te veel van. Op zich is het best wel een mooi... Ja, een mooie portie. Een mooie portie beslag, inderdaad. Want meestal is het te veel. Maar dit lijkt wel perfect te zijn voor ons tweetjes. Ja, denk ik ook. Ja, nu is het wachten, hè? Even zo. Ja, perfectos. Ali staat in de keuken. Pannenkoeken aan het bakken. Heerlijk! Wow! Die ging goed. Huppakee. Het is de tweede pannenkoek. We gaan even een stapeltje maken. Dan kunnen we gewoon lekker blijven zitten aan de tafel. Ik denk dat deze wel goed is nu. Even kijken. Ja, perfect. Nou, kom maar met het bordje. Nou, ze zijn goed gelukt hoor. Ze zijn heerlijk. Ik heb al een hapje genomen. Ja, we hebben in totaal volgens mij... Oh, nou. Vier pannenkoeken. Allebei twee. Ja, dat is toch perfect. Maar het was ook volgens mij een gourmet variant. Dus dat betekent dat het dan ook niet superveel is natuurlijk. Nee, maar dat hoeft perfect. Zo. Eet smakelijk. Ja, eet smakelijk.
toch nog even een eitje erbij. Ik denk zomaar dat ze bijna klaar zijn. Je dag is niet compleet zonder een ei. Nee, inderdaad. We zouden eigenlijk geen eitje nemen, maar het voelt dan toch een soort van... Ja, niet compleet inderdaad. Hij wil heel graag uit. Hij mag niet. Jawel. Kom maar. Waarom niet? Hij heeft ook ei. Hij vindt ei ook super lekker. Ja. Zijn favoriet. Hallo. Ja. Coco heeft best nog wel lang op mijn hoofdkussen gezeten vanochtend toen ik nog in bed lag. Ja. En ja, dan gaat hij een soort van gezellig even babbelen. Tegen je mond. Kletsen. Ja. Nou, zijn ze klaar dan? Bijna. Ja? Ja. Wat een timing. Oh. Nou, die zijn geschrokken. Zo. Eitje voor jou. Alsjeblieft, Nel. Dank je. Lekker. Wil je ook nog zo'n eierdopje? Nee. En een eitje voor mij. Een koffietje uit de percolator. Nou, ons ochtendritueel is compleet nu. Wat doet zij? Nou, ik zou afwassen, maar ze zijn het sanitair gebouw aan het schoonmaken. En we kunnen zo vanaf hier zien of die kar er nog staat. Maar die kar die staat er nog, dus ze zijn er nog bezig. Dus ja, het is even wachten. En ik denk, ik zet Coco even buiten. Dat hebben we al eens eerder geprobeerd. En toen werd hij helemaal gek. Maar nu gaat het goed. Ja, lekker in het zonnetje. Het is geen straf om meer even te wachten. En heerlijk hier. Jullie denken waarschijnlijk van, hoe komt deze picknicktafel hier? Maar die stond dus eerst aan de andere kant van het veld. Nou, die werd niet gebruikt. Dus wij dachten, we slepen even de picknicktafel hier naartoe. En dan hebben wij een mooi zitje. Toppie. Ja, dus we zitten even gezellig in het zonnetje met Cocootje. Hey! Ja, hij is nog niet helemaal relaxed. Hij zit af en toe even naar boven te kijken of zo, ja. Heb ik het idee. Hij hoort natuurlijk allemaal vogeltjes en andere geluiden. En... Hij zit ook een beetje strak in zijn veren. Dus het is veel. Hij is niet helemaal relaxed, dus ik doe hem naar binnen. Nou ja. Dan is hij in ieder geval even buiten geweest in het zonnetje. Toch? Ja, hij is het ook niet gewend. Hij is het niet gewend. Dus we moeten een beetje langzaamaan opbouwen. Het kan prima. Je ziet zo vaak een vogelkooitje buiten staan. Dus het kan prima. Oké. Nou, ik denk dat het ook tijd is om de vlog af te sluiten, of niet? Oh ja, dat gaan we doen. Ja. Wij bedanken jullie voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als jullie het leuk vonden op camping Zuidginkel in Ede. En we zien jullie graag de volgende keer weer terug. Dan zijn we nog steeds op Zuidginkel. Ja. Tot de volgende vlog. Doei doei.